jongens en meisjes, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Stukjes en Friends. En eindelijk, ik kan een update meedoen, want het is dit keer een update check. Woehoe! Wat doe ik? Vandaag in de update check zijn we in Firgrove en straks gaan we nog even naar Vildu, want dat heeft met de update te maken. Ten eerste zijn er de paarden in de stallen zijn compleet vernieuwd. En dat zijn de paarden die meestal daar te koop staan. Oh, en ik zit dus op Samantha en ze heeft een missie hier. Maar we gaan even kijken welke hier staan. Ik hoop dat er Goldy bij staat. Ja! Ah, Goldy! Goldy staat gewoon in de verkoopstallen. Oh, zo leuk! Oké. Okay. Verder hebben we nog de donkerbruine. En de zwarte. Oké. Okay. Oh, ik had al zo erg gehoopt dat Goldie in die stallen stond. Want misschien, zoals jullie wel weten, ben ik enorm fan van Morgans. Ik wil er het liefst eigenlijk nog meer kopen. Maar ja, ten eerste gaan Connemara's voor. En ten tweede moet ik wel gewoon stalrijder zijn. En ik ga ook tegen Samantha zeggen dat ze moet sparen voor Morgan. Maar volgens mij gaat ze eerst voor een Connemara. Maar zij heeft dus een wild paard gekocht in de tweede weken dat ze hier waren. En toen mocht ze starcoins kopen. Dus ik denk niet dat ze binnenkort nog extra starcoins mag kopen. En ik denk dat als ik een Morgan op haar account zou mogen kiezen, wat ik trouwens niet denk hoor. Dat ik denk ik de witte neem. Want die vind ik op zich wel leuk. En dan dat ik op Mia Shadow Sister de zwarte neem. Want ik heb nog niet echt veel zwarte paarden. En ik vind deze wel leuk. Want hierbij lijkt het alsof die krulletjes heeft en zo. Dus wel. Vind ik leuk. Oké, nou ja. Genoeg over dat. Samantha, als je deze video ziet, je weet het. Maar je hoeft niet te reageren of zo. Maar dat is dus nieuw. En er zijn ook allemaal nieuwe sneltoetsknopjes op je toetsenbord. Want zoals jullie weten kun je sturen met de W, A, S en D-pijltjes, of toetsen, maar je kunt natuurlijk ook met de pijltjes, want ik heb nu mijn hand van de W, A, S, D knopjes en ik doe nu met de pijltjes en zo. En je kan natuurlijk stoppen met X, maar in plaats van deze knop in te drukken kun je nu als je stilstaat op de X-knop drukken om af te stappen. Nou, dat vind ik ten eerste al handig, je kan alleen niet X gebruiken om er weer op te komen. Dus dat moet je wel gewoon klikken. Dat vind ik een beetje onlogisch. Dan verder even kijken. Oh. Nou, als je op P drukt. Ik kan het misschien straks nog wel even laten zien. Dan bel ik even Homestable. Als je op P drukt gaat je running pad uit je tas en er weer in. Even kijken hoor. Q is... wat is Q ook weer? Wat is Q? Ik weet niet. Of nee. Hé? Ik weet niet meer. Het is zo random. Er was er nog een toets voor het openen van je clubblad. Dat is niet Q. Oh, F1 is dat helemaal weghalen. Dit dinges. Kijk, ze spamt het. Oké. Maar er was nog iets voor het openen van dit blad. En er is een nieuw knopje. Dat heet besturing. En het is echt heel mooi. En hier kun je dus zien van shift en dit soort dingen. Je rugzak, kaart, karaktereigenschappen, missielogboek, vrienden. Ah, clubscherm is G, ik dacht al. Chat openen, chat sluiten is ESC. En escape, ja. Interface. Oké, dus G is club openen en sluiten. En zoals ik zie zijn Sophia, Lisa en Alva en Eleanor online. Oké. Dat is dus al best wel lekker veel. En ik weet niet of jullie het zagen, maar het leek alsof die vlaggetjes bewogen. Nou ja, dat was... Oh, in ieder geval één dingetje. En we gaan even naar Vildu. En trouwens, ik neem deze update check op omdat ik vandaag vrij ben van school. Hippie. Maar dat... Oh. Dat is ook de reden dat ik met niemand Skype.
Oh, waar heb ik dat dopje nou weer in geschoten? Oh, hier. Oké. Dus we gaan er veel doen. Ik neem nog maar 5 minuten op. Dat is best wel weinig. Ik heb het idee dat ik al heel veel heb gezien. Nou, de reden dat ik zo blij deed toen ik Goldie in die stallen zag staan, was omdat ik gewoon leuk vind. Ik vind Goldie gewoon super leuk. En ja, ik vind wel dat Goldie een fijn plekje verdient. Ho. Ik heb altijd het idee alsof mensen niet echt veel Morgans hebben. Maar als je ze... Wat doet dit paard hier? Dit is toch dat ene paard van Darko en zo? Oké, heel random. We gaan gauw door. Hoe heet het? Ja, ik ben mijn verhaal kwijt. Ik weet niet meer. Dat heb ik zo vaak trouwens. En ik hoop dat er in veel deel halflingers staan in de stallen. Maar we gaan ook even naar Veeldeel, omdat ik jullie iets heel triest moet vertellen. Zwart en wit. Is zo triest. De Noord-Zweden zijn daar weg. Oké. Ik heb geen idee waarom de Noord-Zweden weg zijn, maar ik denk dat ze een plek van Veeldeel willen weggeven aan nieuwe paarden. En... geef me maar gelijk als het zo is. Maar ik denk dat volgende week nieuwe paarden uitkomen. En ik heb zo'n flauw idee dat dat New Forest ponies worden. En als je de New Forest ponies niet kent, ik zal wel even een korte beschrijving geven. New Forest pony, die is ongeveer, nou dat is niet heel erg groot. Die zijn eigenlijk ongeveer even groot als de gemiddelde pony in Star Stable. Zo groot zijn ze in het echt, maar waarschijnlijk gaan Star Stables als paarden maken. Of helemaal niet erin zetten. Misschien juist wel. Misschien dat er een soort van nieuwe pony komt of zo. En, nou ja, dat. En, ja, ik ga even zo, want vind ik een leuke weg. Oei. En toen viel ik door het dak. Oké, kijk. De Noord-Zweden zijn weg. Hey, Skyfall. Sad music. Oké. I don't know waarom ze weg zijn. Maar ik denk dus dat er nieuwe rassen uitkomen. Ik hoop eerlijk gezegd gewoon dat het... hoe heet het? Ik heb een vriendschapverzoek, wat leuk. Ik hoop eerlijk gezegd gewoon dat het New Forest ponies zijn. Want in eerste passen die best wel bij Veeldeel, vind ik. Omdat het bos is en zo. Even kijken. Noord-Zweed en Halflinger. Toepasselijk als de Noord-Zweden er niet meer staan. Maar oké. Okay. Want New Forest ponies passen best wel bij dat bos van Veeldeel en zo. Dus daarom denk ik dat. En ja, dat kwam het eerst in me op. Maar waarschijnlijk is dat niet zo. Misschien komen er nog weer nieuwe Connemara's uit. Ik hoop eigenlijk dat er ook nog een pik zwarte uitkomt. Natuurlijk ga ik de witte als eerst kopen. Maar ja. En even denken, we gaan hier naar omsteken. Hoe heet het? Ik heb zoveel tijd en zo weinig te vertellen. Ik hoop dat er een pik zwarte Connemara uitkomt. En misschien nog wel een bonte. Volgens mij kan dat niet. Maar ik zal straks wel eventjes opzoeken. Want het zou wel leuk zijn als er een bonte Connemara uitkwam. Want ik vind bonte paarden vind ik op zich best wel mooi. En misschien een zadel opdoen. Dat lijkt me slim. En ja, je hebt een running pad. Want ik vind bonte paarden leuk. Behalve Tinkers. Tinkers vind ik niet zo leuk. En voor de rest op zich alles wel. En zeg maar, de stal is zo leeg. Zij heeft een Fries, een Mustang, dit lelijke... Nee.
Oké, ben ik hem niet heel even uit. Zij heeft Fries Mustang, beginner natuurlijk, regenboogpaard en die pony die ik ook heb. En vroeger, voordat ze dit enorme paard had, dit hele mooie regenboogpaard, reed ik altijd op die Mustang. En ik moet eerlijk zeggen dat ik op Mia Shadow Sister eindelijk een keer een Mustang moet gaan kopen. Want ja, ik heb het idee alsof dat niet echt van de orde komt. Want ik ga eerst natuurlijk Winter Diamond kopen, mijn lieve schatje. Daarna ga ik, denk ik, als ik lifetime ben, wat waarschijnlijk nog wel even gaat duren, ga ik, denk ik, Sunny Secret kopen. Dat bruine Connemara'tje. Ik kan er even naartoe gaan. Deze Connemara. En waarschijnlijk ga ik dan Wildstar kopen. En Wildstar, dat is de zwarte Mustang. En daar verheug ik me eigenlijk best wel op. Want zoals ik al zei, ik heb zelf niet echt heel veel zwarte paarden. Maar dat wil ik wel. Want ik doe best wel veel RP met zwarte paarden. En meestal zit ik dan op van die gekleurde. Want ik heb het meest bruin natuurlijk. En ja, ik wil gewoon een compleet zwarte paard hebben ook. En ja. Hey mensen, hier ben ik weer. Ik was eventjes vergeten de petknop in te schakelen. En dat is dus P en dan gaat hij uit de tas en P gaat de deur in. Misschien moet ik een keer als Samantha of als Samantha naar een nieuw Hulkert kan. Of als ik starrijder ben op Mia Shadow Sister. Dat ik weer opnieuw zo'n een rondje gaan maken door Jorvik welke paarden ik wil. Ik weet dat ik dat al twee keer heb gedaan. Maar er komen natuurlijk steeds nieuwe gebieden. Dat is ook weer een beetje oppervlakkig. Maar er komen steeds nieuwe paarden bij. En ik vind het gewoon leuk om te maken. En ja. Ja. Maar voordat jullie naar een andere video klikken, moet ik jullie even vragen om onder mijn vorige video, ik zal hem even in het i'tje zetten, daar zo, om daar onder die video nog even een vraag te stellen als je die hebt. Want ik heb de vragen van de vorige video gelezen en dat waren er niet echt veel, dus dan wordt de Q&A video ook niet echt heel erg lang. En ik heb er 24 reacties onder. Misschien zelfs 25 nu. Of nog meer. Maar dat zijn, dat zijn een beetje haatreacties. Wacht even. Dat zijn een beetje haatreacties van iemand. En iedereen die het dan in mijn... Moment, dit wordt hilarisch. Nee, zit al in de beste club ever. Sorry dat ik dat over mijn eigen club zeg. Maar dat zeggen best wel veel mensen over mijn club. Dus ik mag het vast ook wel zeggen. Oké, dit klinkt echt heel egoïstisch. Maar Samantha en Tindra vinden dat... ze zeggen gewoon ook... Oké. Ja. Tenminste, Tindra die vindt dat... Die gaat uitzoeken waar ik woon en mij vermoorden als ik de club ophef. Dus dat maakt wel duidelijk dat mijn club echt heel leuk is. En maar dus zet onder die video even je vraag als je die hebt. Want anders wordt de Q&A video wel heel erg kort. En dat wil ik niet. Ik wil zoveel mogelijk vragen van jullie beantwoorden. En maakt niet uit wat je vraag is, als het maar niet dus over persoonlijke gegevens gaat, zoals waar woon je? Want dat ga ik toch niet antwoorden, dat heeft gewoon geen zin. Dus ga even naar de video zometeen. En bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren op Sugars & Friends, want dat gaat sinds kort mega hard. We hebben nu gewoon al 63 abonnees. En ja, dat vind ik een mooi getal. Maar ik zou het nog mooier vinden.
als we de 100 abonnees halen. Want zoals jullie weten, en ik heb het al 10 keer gezegd, krijgen we bij de 100 abonnees een enorm leuke video waarvan ik 100% weet dat jullie hem allemaal leuk vinden. Dus vergeet niet te abonneren en like deze video. En vergeet niet te reageren onder de vorige video met je vragen. Bedankt voor het kijken. Doei!